meer dan 10 jaar vestigen zich elke lente vaste gasten op een van de schoorstenen van het historische stadhuis van Gennep. Ze komen helemaal uit Afrika aangevlogen en blijkbaar voelen ze zich thuis in het stadje aan de Niers. Uiteraard hebben ze op de gezellige markt veel bekijks, vooral als ze met passie voor nakomelingen zorgen. Dat resulteerde dit jaar in een nest met 5 eieren. Te veel om groot te brengen. Er bleven uiteindelijk 2 stevige, gezonde ooievaartjes over. Ze worden nu door vogelwacht de Maasheggen geringd. Deze houdt zich al vele jaren bezig met de ooievaars in het land van Maas en Niers en kan er veel over vertellen. Je ziet lopen en je ziet dat nummer en je geeft dat door, dan kun je zien waar ze vandaan komen of waar ze geringd zijn, hoe oud ze zijn. En we doen ze eigenlijk ringen om te kijken waar de vogels heen trekken. Ze gaan meestal naar Afrika, maar eerst in de beginjaren trokken ze altijd over Italië zo naar Afrika en tegenwoordig gaan ze via Frankrijk, Spanje en dan Gibraltar, daar steken ze over naar Marokko. En dan gaan ze naar Zuid-Frankrijk, waar ze dan overwinteren. En we kunnen ze ringen vanaf zo'n beetje 4 weken. En we kunnen dat zien aan de vleugels. Als ze zwarte punten aan de vleugels krijgen, dan zijn ze eigenlijk oud genoeg om te ringen. Ze krijgen van de ouders krijgen ze voer en er is vaak met modder en zo erbij. Dus ze krijgen wormen. En dan zie je dat de tong een beetje dat hij dicht gaat zitten. Als we dat laten zitten, Dan gaat die keelzak hier, dat is een zachte keelzak, gaat dan ontsteken. Dat kan hij ontsteken en dan kan hij niet meer eten. Als ze allemaal blijven zitten. Nee, maar ook wel even aan de kilo. We moeten ringen om een bepaalde leeftijd en dat heeft er eigenlijk mee te maken. Dit is de poot, zeggen ze, maar wij noemen dat het loopbeen. En je hebt de bovenloopbeen. De tibia noemen ze dat en het onderloopbeen. Het bovenloopbeen dat moet lang genoeg zijn voor de ring. Dus dat hij als hij zit, dat het niet ertussen komt, zeg maar. We ringen ze met de evenjaren rechts en de onevenjaren links. Denk je toch? Ja. In een doekje. Wat denk je? Hoeveel weegt ze? Ik denk 2 kilo. 3 kilo. 3,5 kilo. Wat op het nest zit, dat is een geringde ooievaar. Is dat, komt hij uit Gennep of waar komt hij vandaan? Nee, het mannetje is geringd met ringnummer 7539. En het mannetje is geringd in, als ik het goed heb, in Gorssel. Wat je vaak ziet, en dat is in Beugen, daar zit bijvoorbeeld een Frans mannetje met een Duits vrouwtje. Hier heeft voor een paar jaar terug ook een Duits vrouwtje gezeten. En als ze geringd zijn, dan kun je dat allemaal zien. Ja, ooievaars zijn eigenlijk meer nesttrouw als partnertrouw. Als een ooievaar, die komt, hier zit het mannetje 7539, zit hier toch al een paar jaar op het nest. En meestal is het zo dat het mannetje als eerste terugkomt. Die bezet het nest en die zorgt dat het nest vrij blijft. Dus die beschermt zijn nest. Dan komt het vrouwtje. Nou, als het goed is, het vrouwtje van vorig jaar, want ze zijn ook wel partnertrouw, enigszins. Maar stel dat de vrouwtje verongelukt is, of het vrouwtje komt niet, of weet ik wat, en er komt een ander vrouwtje bij, nou dan neemt die eigenlijk gewoon het andere vrouwtje. Ja, ja. En het mannetje, als die op het nest zit en er komen andere mannetjes, jaagt hij het gewoon weg. Dan gaan ze weg. Ja. Maar heeft het mannetje een andere vrouw geaccepteerd, en komt het originele vrouwtje van vorig jaar, dan gaat die andere vrouw er ook af. Oh, dat wel? Ja, die jaagt hij eraf. Ja. Oh, dat is wel interessant. Ja. Dat is mijn man, dus daar blijf je vanaf. Ja, zo werkt het. Mooi. Ja. Ja.
Er waren 5 eieren en er zijn uiteindelijk 4 uitgekomen. Mm-hmm. En uiteindelijk zijn er nou 2 geringd. Wat is er met de andere gebeurd? Ja, je had 5 eieren. 1 ei hebben we zojuist nog uit het nest gehaald. Dus dan, en 2 jongen. Dus dan praten we al over 3 eigenlijk eieren dan. 2 jongen die zijn, die hebben het niet gehaald. Die worden of door de andere jongen die groter zijn of zo aan de kant gedrukt en komen voedseltekort. Maar het gebeurt ook als ze achterblijven dat de ooievaar zelf zegt van jij haalt het niet en wij hebben niet zoveel voer. Dus dan kiepen ze hem over de rand van het nest. Heeft u enig idee hoeveel ooievaartjes er nou uiteindelijk groot geworden zijn op dit stadhuis? Er zijn periodes geweest dat er eigenlijk geen jongen grootgebracht zijn. Dus, maar ik schat zo rond het 12 tot 15 jongen, denk ik, inmiddels. Ja, ja. En ook enig idee waar ze terechtgekomen zijn, die kleintjes? Want die zijn natuurlijk geringd, die zijn groot geworden. En ja. Zijn ze hier in de omgeving komen wonen? Ja, nee, nou, dat zou kunnen. Maar de ooievaars in het begin heeft Annemieke Mims hier geringd. Toen had ik nog geen ringvergunning. En nu ring ik ze, maar van die eerste vogels, daar krijg ik geen terugmelding van. Die kregen we met Annemiek. Dus ik weet niet of daar meldingen van zijn. Dat zou ik al na kunnen vragen. Het zou wel leuk zijn om te weten waar ze terechtgekomen zijn. Dat kan ik wel navragen. Via Vogeltrekstation Arnhem. Ja. Ja. Bedankt. Graag gedaan.